Hi allemaal! Hoi! Dit is deel 7 van onze Poepsie Sluim Marathon. Ik denk dat deel 7 is. Eerlijk gezegd ben ik de tel kwijt. Dus misschien is het wel deel 8 of misschien is het wel deel 6. Geen idee. Maar in ieder geval gaan we deze nu in deze video openmaken. We hebben al eerder een gele poepsie opengemaakt. Net hebben we een andere video gemaakt. De groene glitter zit er nog op mijn handen. En ook het roze van het zij. En zal ik toen het plantje laten? Ja, nou, misschien. Draakje. Ja, poppetje van je zus, hè? Ja. We gaan nu van tevoren, voordat ik dit openmaak, op welk poppetje hopen jullie? Ik de groene draak. Groene draak. Rain. Dus de wolkje. Ik hoop sunshine. Zonnetje met... Ja, of zonnetje of rain. Ja, de panda. En of ik... de bloem. Oké. Okay. Ik hoop de zon of het wolkje. We gaan verder. Ik ga dit openmaken. Ja, ik denk niet. Het zal wat zijn als er weer marshmallow slijm in zit. We vinden dit het zou geweldig zijn. Echt het allermooiste slijm ever, zou ik willen zeggen. Dit is degene die heel zacht voelt. Ja, ik hoop het. Ik dacht dat ik die groene stickertjes al los had geknipt, maar blijkbaar was dat niet zo. Maar gelukkig is het gelukt om hem open te krijgen. Marshmallow slijm, marshmallow slijm, marshmallow slijm. En als hij erin zit, dan is hij van mij. Nee, van mij. Jij hebt al marshmallow slijm. Jij ook? Dan krijgen jullie allebei de helft. Oké, klaar voor? Ja, 3, 2, 1. Oh. Het is zilver slijm. Mooi. Dan is het geen waterslijm. Yes. Kijk eens. Ah, ja. Het is... Crunchy slime. Crunchy slime. Jammer. Hallo, die was nog leuk. Ja. Oranje. Ja. Dat is mooi, want dan hebben we meteen wat meer. We hebben dubbele dan. Deze gaat eruit. Ja, het is allemaal leuk, het slijm. Maar alle slijm is goed. Maar dat marshmallow slijm, dat is wel Het slijm is goed, geweldig. Maar we hebben een dubbele. Wat zeg je? Het slijm is goed, maar we hebben een dubbele. Een dubbele... Maar moet dat? Moet het dan ook echt een dubbele zijn? Ja. Of kan het ook een andere zijn? Nee, dus wat zij zegt is dat bij een bepaald wezentje ook een bepaald kleur en structuur slijm hoort. Nou, de meeste hebben we nu al weg. Dus deze gaat terug. Zo, alsof er niets gebeurd is. En dan is dit. Ons nieuwe crunchy slijm. Ik vind het meer foamklei slijm. Ja. Ja. En dan gaan we nu ons... Deze is al leeg, waar is die? Daar. Onder de foam. Da-da-da-da-da. Jij zegt dat het een dubbele is. Ja. Zal ik zeggen wat ik denk? Kijk dan. Ja. Maar nu kunnen we er wel in. Zat het ook in die gele? Ja. Dus in de winkel kan je het ook... Pakketje, nou doe maar open. Dat was mijn oudste die voor de deur stond en haar huissleutel was vergeten. Wij gaan verder met deze video. Ja, waar is dat andere sterretje? Hier, we hebben nu een tweeling. En ze zijn wel heel erg leuk. Geeft een kushandje. Ja. Echt de details, ook die oogjes. Ik begrijp wel waarom dit heel populair is op het moment. En het heeft ook wel iets verslavends. Dat je gewoon benieuwd bent wat er dan uit de volgende komt. Ik moet weer slijm. Maar ja, jullie hebben dan geluk dat we video's maken. Want anders zou ik natuurlijk nooit zoveel van die dingen kopen. Als je in de winkel kan uitzoeken, want dit had ik besteld via bol.com. Dan kan je in ieder geval wel ervoor zorgen dat je niet een dubbele hebt. Als je een kleur uitkiest die je nog niet eerder hebt opengemaakt. Dat staat niet in een groene? Nee, maar deze zat toch in een gele? En de vorige ook, of niet? Ja. Met dat oranje slijm? Is dat hetzelfde? Precies hetzelfde? Ik weet het niet meer. Volgens mij wel. Nou, lieve kijkers, ga ik jullie niet verder mee vermoeien. Wij gaan gewoon deze video afsluiten. We hopen dat jullie deze video leuk vonden voor nu. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!